De kleidammen worden gecreëerd om te zorgen dat de water in de ringvaart tussen de kleidammen in, dat die omlaag kan gaan boven het aqueduct. En zodat daarmee de waterdruk verlaagd kan worden en dat de lekkage daarmee ophoudt. En met dat lage waterpeil worden ook de lekkages aangepakt? Sowieso stond er al groot onderhoud gepland voor januari. Daarmee worden de damwanden vervangen en dan worden ook de lekkages worden dan ook gelijk aangepakt.